Nu de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg, wil de gemeente ook weten wie nou eigenlijk de mens is achter de zorgvrager. En dus gaat de gemeente op bezoek bij degene die zorg vraagt. En dat heet een keukentafelgesprek, althans dat is de naam geworden in de volksmond. Welkom bij Autisme TV. Wij gaan het vanavond hebben over het keukentafelgesprek. En aan tafel hebben we twee gasten. Allereerst is dat Hermine van den Berg, wethouder van de gemeente Renkum. En de gemeente Renkum is ook een autismevriendelijke gemeente, hè? Ja. Houdt dat in? Dat willen we in ieder geval worden. Ik zeg nog niet dat we het zijn, maar we hebben de intentie uitgesproken om dat te worden. Dat betekent een gemeente waar mensen die een ASS hebben goed kunnen wonen en werken en leven. Ja. Zonder dat ze daar voortdurend iets extra's voor moeten doen om het uit te leggen. Jullie hebben in ieder geval extra aandacht daarvoor in alle domeinen die in zo'n gemeente spelen. Ja. Ja. Dat keukentafelgesprek is misschien wel lastig voor mensen met autisme, omdat daar vaak beperkingen zijn in de communicatie. En ik kijk naar jou, de tweede gast van vanavond, dat is Jos Mensink, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige van het Dr. Leo Kammerhuis in Amsterdam. En je hebt ook veel te maken met mensen met autisme. Ja. Wat doe je precies? Nou, ik heb eigenlijk alleen maar te maken met mensen met autisme. Dat is mijn specialisatie sinds 14 jaar. En ik bezoek soms ook mensen thuis. Er komen veel mensen bij ons uit de polykliniek. En hele moeilijke mensen, daar constateer ik vaak in de behandeling. Ja. Ja. En de keukentafel is al een probleem, want er zijn veel mensen die wel een keuken hebben, maar er kan geen tafel in. Dus, zo denken mensen, of veel mensen met autisme, ja, op een bepaald manier wel. Die kunnen dan wel van in paniek raken of... Ik heb geen keukentafel en hoe moet dat nou? Kan er eigenlijk ook geen gesprek. Ja, dat is precies waarom wij proberen om uit alle uitingen naar buiten het woord keukentafelgesprek te bannen. Wij willen graag met mensen in gesprek. En of dat op de bank is, of in de keuken, of op een kamer. Maar liefst wel bij iemand thuis? Liefst wel bij iemand thuis. En met reden, want dat betekent ook vaak dat mensen zich op hun gemak voelen. Dat we ook een aanknopingspunt hebben om met mensen in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld een foto die er staat van iemand, van goh, wie is dat? En heb je er veel contact mee? En het geeft een indruk natuurlijk, hè? Het geeft een indruk, maar tegelijkertijd, het kan ook voor mensen met autisme een bedreiging zijn om iemand die ze niet kennen toe te laten binnen hun veilige burcht. Want en dan, dat zul jij herkennen. Dan zul je dus eerst wat anders moeten doen. Ja, want dat is wat ik natuurlijk veel tegenkom. Zijn veel mensen die liever niet hebben dat er iemand over de vloer komt. Veel mensen met autisme bestaan bij hun omgeving. En die verbreken eigenlijk heel erg op dat. En misschien moment. Niet eens de deur open doen. Nee, absoluut niet. Zelfs een post niet openmaken soms. Dus, Ja, dus ook niet zouden weten dat jullie komen. Ja, nou dat zijn de problemen die we eigenlijk vanavond willen bespreken met elkaar. We hebben het programma opgedeeld in drie delen. Deel 1 gaat over de vraag hoe gaat zo'n keukentafelgesprek. Deel 2 gaat over communicatie en autisme. En deel 3 gaat over, althans we hebben het adviezen genoemd. En we hopen dat er veel adviezen op tafel komen waar ook mensen in de praktijk wat mee kunnen. Dat geldt voor de mensen die het gesprek moeten voeren. Maar dat geldt net zozeer voor mensen met autisme. Ik stel voor dat we overgaan naar deel 1 van dit programma. Ja, zo'n keukentafelgesprek, hoe gaat dat nou eigenlijk? Nou ja, dus het kan aan de keukentafel, maar het gesprek kan dus ook ergens anders gevoerd worden. Bij voorkeur wel bij iemand in huis. Mm-hmm. En hoe dat gaat is dat wij proberen met iemand in gesprek te gaan. Mag ik even terug naar het begin? Er wordt gebeld bijvoorbeeld, hè? Of iemand doet een melding. Kan op allerlei manieren. Maar dat komt binnen bij de gemeente. En dan? Dan gaan wij kijken waar komt de melding over. Hè? Is iemand die zegt, ik loop vast met mijn financiën. Of iemand die zegt, ik heb die diagnose en ik had altijd hulp en nu wil ik het weer. Of het kan van alles zijn. Hè? De meldingen komen ook op allerlei manieren binnen. En dan wordt er bij ons gekeken van, oh, dat is iemand die in dat gebied woont. Daar kan het beste die consulent heen. Of het is iemand die al aangeeft dat hij een bepaalde problematiek heeft. Bijvoorbeeld autisme. Dan kunnen we het beste
die consulent daarheen sturen. Want die heeft de meeste ervaring mee of die kan dat het beste. Mm-hmm. We bieden mensen aan om onafhankelijke ondersteuning vanuit mee erbij te hebben. En we zeggen tegen mensen, u hoeft het niet alleen te doen. U mag er iemand bij hebben. Mag ik nog even vooraf? Ja. Het gaat om mensen die een zorgvraag stellen nu. Hè? Maar het gaat eigenlijk ook om al die mensen die al zorg ontvangen nu. Hè? Daar vindt een soort herijking plaats. Ja, dit jaar is het overgangsjaar. Dat is wettelijk geregeld. Dus mensen houden de zorg en ondersteuning die ze hadden in 2015... tot aan het moment dat hun indicatie daarvoor afloopt. Ja. En daarvoor, als dat halverwege het jaar is, dan moeten we al eerder met iemand in gesprek. Maar voor alle anderen, er zijn mensen die hebben indicaties tot 2020 of langer. Nou, daar gaan wij sowieso ook dit jaar mee in gesprek. Ja. Ik vind het toch wel belangrijk iets daarover te zeggen. Omdat er een grote groep mensen met autisme is die niet op het idee komt dat je een vraag kunt stellen of niet weet hoe ze een vraag moeten formuleren. We hebben het over de zorgvraag nu eigenlijk. Ja. Daar maak ik me eigenlijk wel ongerust over. Want we kennen dat ook uit de praktijk van onze programma's. Hè. Een deel van de mensen met autisme stelt geen zorgvraag. Stelt ook geen hulpvraag. Nee. Die is er wel. Maar die voelen ze niet zo, dus gaan ze hem ook niet stellen. Nee. Dus dat kan ook uit de omgeving van iemand komen. Daar gaan we dan met iemand over in gesprek van, wat heeft u zelf gedaan of kunnen we het samen? En soms is het echt nodig om eerst via bijvoorbeeld de onafhankelijke ondersteuning van mee met iemand in gesprek te gaan om een vertrouwen te krijgen of om naar die vraagverduidelijking te komen. Mm-hmm. Omdat iemand gewoon niet in een uur of anderhalf uur zo lang als een keukentafelgesprek een gesprek duurt. Ja. Te komen tot de kern. Nee. Jullie willen in dat gesprek een aantal dingen weten. Hè? Je tast denk ik alle levensdomeinen af. Ja. Wat is de structuur van zo'n gesprek? Wat zijn de vragen die iemand kan verwachten? Wij werken via, echt jargon, zelfredzaamheidsmatrix. En dan ga je langs alle gebieden. Dat gaat over, heb je inkomen? Kun je uitkomen met je inkomen? Heb je vrienden? Heb je contact met je familie? Lukt het om in je vrije tijd iets te doen? Ja, van alles komt daar langs. Mm-hmm. En vanuit die onderwerpen proberen wij met mensen in gesprek te raken of het ook is zoals ze zelf zouden willen leven. Mm-hmm. En ja, als dat dan niet zo is, mm-hmm, dan kun je ook kijken of je kunt komen naar hoe dat dan komt. Ja. Mag ik nog even naar de praktijk van dat gesprek, de structuur van dat gesprek? Dan is er zo'n gesprek, daar wordt een verslag van gemaakt, neem ik aan. Ja. Dat verslag krijgt degene de persoon met weer te lezen. Met wie het gesprek gevoerd is. En daar mag hij ook nog, als hij denkt, ja, maar dat had ik niet bedoeld, hè, dat is verkeerd opgeschreven, een herstel opdoen. Okay. En als hij denkt, ja, dit is wel zoals we het hadden besproken en dit waren ook de suggesties voor misschien iets wat voor mij zou zijn, hè? Een ondersteuning of een hulpmiddel of wat het moet zijn. Mm-hmm. Dan zetten ze de handtekening, komt het terug en dan beschouwen wij dat als een aanvraag voor een voorziening. Dus niet nog een keer een stapel papier en allemaal ingewikkelde kruisjes en omschrijvingen. Ja. Want dat is dan al gebeurd. Ja. En als iemand zich daar dus niet in kan vinden, kan die dat aangeven. Kan misschien een aanpassing plaatsvinden. Net zolang totdat er een akkoord is, zeg maar. Over. Ja, het is niet geheel en al onderhandelbaar. Ja. Maar we proberen wel, juist door het gesprek zorgvuldig te doen en vooraan, en eventueel wat langer te laten duren of in meerdere keren, te komen tot het juiste voor een persoon. Ja, je hebt niets aan in anderhalf uur horen, nou, jij moet dit of jij moet dat, terwijl dat niet past of niet klopt. Hoe weten jullie of iets klopt of niet? Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Je hebt een gesprek anderhalf uur en dan ga je weg. Maar hoe weet je dan of je de juiste informatie hebt of niet? Dat is dus waarom we juist bij mensen met autisme niet zeggen dat het die anderhalf uur is. Als het blijkt dat de consulent daar niet uitkomt in anderhalf uur, dan gaan we eerst nog een langer traject in van meer gesprekken, vertrouwen, ondersteuning door mee. Want je hebt er gewoon niets aan om iets te beschikken waar iemand niks aan heeft. Ja, dat gesprek is dus wel degelijk belangrijk, hè? Ja,
Daar hangt veel van af. Ja, dat kunnen mensen ook voorbereiden. Ja. En dat raden we ook mensen aan. Ja. En praat er ook vast over. Zorg dat er iemand bij is die je heel erg vertrouwt. Ja, nou, dan heb je het al eigenlijk over de adviezen en de tips om zo'n gesprek goed te voeren. Daar gaan we het straks nog wat meer over hebben. Straks gaan we het ook in deel 2 hebben over welke problemen mensen tegenkomen als het gaat om communicatie. Ik wilde graag even kijken naar een casus. We hebben een korte casus van Koen. Koen heeft autisme, een voorbeeld in dit geval. En die duurt 30 seconden en daar wilde ik graag even op doorpraten. Koen heeft autisme. Onze zoon Koen is 25 en heeft autisme. Hij woont op zichzelf, maar wat hij nou de hele dag doet? Ik denk dat hij veel zit te gamen. Mijn vrouw en ik gaan iedere week een keertje langs. Vrienden heeft Koen eigenlijk niet, maar die wil hij wel graag. Dan is er ook nog een welzijnswerker. Die bezoekt hem 1 keer in de 3 weken. Maar dat gaat stoppen. Het zou zo goed voor de jongen zijn als hij aan het werk kwam. Maar ja, met zijn autisme is de kans klein. We hebben de indruk dat hij depressief wordt. Hoe kunnen we hem helpen? Ja, Koen, is dit voorbeeld voor jou herkenbaar? Ja, nee, dit is voor mij wel heel bekend. Ja, hè, toch wel ouders die heel bezorgd zijn. Een jongen die vrij geïsoleerd leeft. En vaak inderdaad de hele dag aan het game is. Vaak dag- en nachtritme onderuit. En zelf eigenlijk niet ziet wat zijn probleem is. Dus zijn dan vaak ouders die aan de bel trekken. En als zij zich terugtrekken, dan blijft er eigenlijk heel weinig over. Hm. En ik ben wel nieuwsgierig hoe jullie naar dit soort... Want dit komt best veel voor, hè? Ja. 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 Hoe moet je nou... Dat omdraaien van dag- en nachtritme. De andere kant van de wereld keemt nu eenmaal op een ander moment. Nee, het gaat de hele dag door. Dus, daar, ik herken dat ook wel. Het lastige is dat je altijd te maken hebt met de woonplaats van iemand. Als de ouders van Koen bij ons aan de bel trekken, maar Koen woont niet in onze gemeente, dan kunnen wij daar weinig mee. Anders dan met die ouders praten als mantelzorgers. Maar moeten ze zijn bij de woonplaats van Koen? Nee, maar stel Koen woont, in onze gemeente. Dan gaan we met de ouders kijken of wij met Koen in gesprek kunnen komen. Maar wij kunnen niet zomaar bij Koen aanbellen en zeggen... Hé, hier zijn wij. Je ouders zeggen, nee, je nou hebt een probleem. Koen ziet het eigenlijk niet zo zitten, maar oké, kom maar binnen. En die komt niet veel verder dan ja en nee. Ja, dan wij gaan dus niet alleen met Koen praten... maar hopen dat zijn ouders er ook bij zijn... om een ander soort gesprek te hebben. En dan... kan het maar zo zijn dat we tegen Koen zeggen van... we snappen dat jij het niet zo voelt, maar je ouders voelen het wel zo. Is nog even lastig. Zetten we mee in. Ga eerst maar een poosje met iemand van meekijken... of Koen ook begrijpt dat hij misschien wel een probleem gaat krijgen... ook al ervaart hij het nu niet zo. Als zijn ouders er niet mee zijn, dan zie je niet nu wat gaat doen. Ja, maar Koen heeft waarschijnlijk helemaal geen behoefte aan mensen om hem heen. En die denkt van, ik laat mij maar lekker zitten op mijn kamertje. Lekker achter die computer. Aan het einde van de rit kun je iemand die niet in de problemen is, die niet onder toezicht staat. En die gewoon zegt, ik heb geen probleem, ik doe niks. En die geen gevaar voor zichzelf is, voor zijn omgeving. Niet dwingen. Dus dan kun je van alles aanbieden. Maar als iemand daar nee op blijft zeggen, dan houdt het daar op. Maar en je kunt dan houdt het voor heel veel mensen op, hè? Want dat is wat je eigenlijk zegt. Ja. En denken jullie erover na? Of is daar... Het is een van mijn zorgen. Ja. Maar je ziet dus dat hier ook bepaalde wetgeving met elkaar in conflict komt. Mm-hmm. Wij leven in een vrij land waar iedereen zijn leven mag inrichten zoals hij dat wil. Dat is heel belangrijk. Dus ik wou het ook wel graag zo houden. Ja. Ja, terwijl ik wel de zorg deel van die ouders, hoor. En ook... En wat mij om gaat is, hoe actief bied je je zorg aan, zeg maar. Hè? Dat is op het moment dat dat signaal er is, gaan wij er alles aan doen om dat gesprek te voeren met Koen. En hem ervan te overtuigen. En de ouders. En die ondersteuning aan te bieden. Ja. Maar als hij uiteindelijk zegt... Ja. Geen probleem. Nee, hoor, houdt dan houdt het op. Begrijp ik wel goed. Ik wil graag even over naar de reacties die binnenkomen, want er wordt volop gereageerd via de chat. Dus ik stel voor dat we nu even een blokje aandacht besteden aan de reactie van kijkers. Ja.
Ja, nou, zoals ik zei, veel reacties inmiddels via de chat. En ik lees er een aantal voor, dus hopelijk kunnen jullie daarop reageren. Renate schrijft, zo'n lief kan echt wel anderhalf uur aangepast gedrag laten zien. In zo'n gesprek. Ja, daar gaat het dus precies om. Dat is de kern dat wij dus ook graag moeder er dan bij willen hebben. Die voor ons kan duiden dat zo'n lief heel erg aangepast gedrag heeft. En hoe het verhaal echt zit. Ja. Maar dan wel samen. Ja, maar dat is best lastig natuurlijk. Hè? Want welk beeld is de werkelijkheid? Daar moet je dus nog redelijk, of niet redelijk, daar moet je volgens mij heel deskundig voor zijn en ervaring mee hebben. Ja, dat is ook waarom wij een specialist hebben aangetrokken. Oh, ja, dat is omdat iemand die daar heel veel ervaring mee heeft en ook heel veel kennis van heeft. Ja. En als aan het eind van zo'n gesprek moeder zegt, er klopt nog niks van, dan moet je het zo ook niet accepteren. Dan weet je dus dat er een vervolg komt. Ja. En die deskundige die jullie aangenomen hebben, is dat ook in dat kader van dat autismevriendelijke gemeentebeleid? Of alle gemeentes dat? Iedere gemeente richt het op zijn eigen manier in. Maar wij weten, omdat we ook een Leo Kammerhuis in onze gemeente hebben, dat wij ook veel mensen met autisme hebben. Wij willen een autismevriendelijke gemeente zijn. Dan moet je ook zorgen dat je op die manier werkt. Ja, Sjaak vraagt, mag ik de zelfredzaamheidsmatrix heet die, hè, bij jullie? Ja. Mag ik die ook vooraf zelf bekijken? Ja. Voorbereiden? Het zijn allemaal openbare dingen. Okay. Dat hebben we zelfs graag. Dat mensen al erover na kunnen denken wat voor soort vragen ze kunnen krijgen. Ja, maar dat vroeg me eigenlijk af. Hebben mensen een idee wat jullie komen doen als ze bij jullie langskomen? Daar communiceren wij van tevoren over. We krijgen ook nog op papier die bevestiging. We hebben op onze website heel veel staan waar mensen ook alvast naar kunnen gaan kijken. En als het te veel is in één keer, dan kan je dus niet een gesprek in één keer afronden. Ja. Dan zal er een volgend gesprek moeten volgen. Ja. Nog een vraag van Jeffrey, of althans een opmerking over Jeffrey. Ik heb veel tijd nodig om na te denken. Dus hij heeft echt tijd nodig om zich voor te bereiden op vragen. Kan hij die vraag ook al vooraf krijgen? Ja, we hebben geen gestandaardiseerde vragenlijst. Dat willen we juist niet, omdat we een open gesprek met iemand willen hebben. Maar daarvoor geven we wel aan, waar gaat het allemaal over? Ja, maar als ik dan zeg dat eigenlijk mensen met autisme juist dat soort open gesprekken niet aankunnen, maar veel meer behoefte hebben aan een gesloten gesprek in die zin dat ze weten wat voor vragen op ze afkomt en ja, dat is wel dat is wel waarom we aangeven waarover we het allemaal willen hebben. En dat kunnen we ook zwart-wit communiceren aan de voorkant. Hè? Kun je uitkomen met je geld of heb je daar hulp bij nodig? Heb je genoeg geld over om ook nog eens een keer wat leuks te doen? Dus dat soort vragen kunnen we best van tevoren zeggen, dat het daarover zal gaan. Maar het is ook wel afhankelijk van het gesprek. Het is onvermijdelijk dat er nieuwe vragen gesteld worden. Dat er nieuwe vragen gesteld worden. Ja. Ja. Maar als iemand niet uitkomt met zijn geld, dan leggen jullie dan wat bij. Is dat wat je zegt? Of? Want dan krijgen we best wel veel belangstelling volgens mij. Wij hebben natuurlijk gewoon ook voor mensen met weinig inkomen regelingen. Okay. Dus daar heb ik. Maar het kan ook zijn dat het eerste signaal van de schuldenproblematiek is. Daar zijn wij toevallig ook al een poosje verantwoordelijk voor. Dus dan weet je, hier dreigt een probleem of hier is al een probleem. Dat pakken wij nu wel mee op. Ja, dat is nieuw. Sinds een jaar of twee zijn wij als gemeente ook verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. Ja. Dus als ik dat kan voorkomen, dat iemand daarin terechtkomt, want dat is echt geen feestje. Ja. Dan is dat wel een onderdeel van. Ik stel voor dat we deel 1 afronden en dat we overgaan naar deel 2. Ja, deel 2 staat centraal, communicatie en autisme. Eigenlijk willen we wat meer inzicht in de dingen waar mensen met autisme, de communicatiebeperkingen waar mensen met autisme tegenaan lopen. Nou, vertel uit de praktijk, zou ik zeggen. Nou ja, daar is eigenlijk heel veel over te vertellen, want in de grond blijft autisme toch wel een contactprobleem of hoe communiceer je met andere mensen. Er is een grote groep die is verbaal veel sterker dan
derfmals, zoals wij dat noemen. Dus die hebben een heel goed verhaal, maar die worden vaak overschat. En er is juist een groep die verbaal niet goed een verhaal kan doen. En die moet je gewoon beter ondersteunen, bijvoorbeeld met visuele informatie. Dus eigenlijk alles wat je bespreekt, moet je ook gewoon op papier zetten. Ja. Verder hebben veel mensen met autisme problemen met non-verbale communicatie begrijpen. Dus het feit alleen al dat er iemand tegenover je zit, hè, die allerlei bewegingen maakt of met zijn gezicht dingen doet, dat kan al zo storend werken dat hij eigenlijk niet goed meer weet wat je vraagt. Ja. En een heel groot probleem is dat autisme een informatieverwerkingsstoornis is. Dus ze hebben gewoon lange tijd nodig om de informatie op een plek te krijgen. Dus wij hanteren altijd een beetje de vijf tel. Regel, om maar zo te zeggen. Dus als je iemand iets vraagt, wacht je vijf tellen en meestal krijg je dan wel een antwoord. Ja. Goed. En wat merken jullie nou het meest in de praktijk als het gaat om de mensen die zelfstandig wonen en vaak wel of niet aan het werk zijn? Ik weet niet. Laat de praktijk zien dat een groep die gewoon werkt en daar ook voldoen aan heeft. En dan ook blij is dat ze alleen thuis zijn daarna. Maar het is ook een grote groep die toch wel geïsoleerd raakt en veel moeite heeft om zelf aan te geven wat het probleem is. En er vaak ook heel erg tegenop zien om ergens naartoe te gaan. Ja. En net hoorde ik zeggen, ja, mensen zijn natuurlijk wel autonoom. Hè? Ja. Als er geen probleem, als ze niet geholpen willen worden, dan worden ze niet geholpen. Nee. Maar hoe is jouw praktijk daar? De praktijk is eigenlijk toch wel een beetje dat ik vaak via de omgeving begin. Hè? Dat degene met autisme zelf eigenlijk niet echt een vraag heeft, maar dat er druk bij de omgeving ligt. En dat ik via de omgeving uitprobeer om contact met iemand op te bouwen. En via de omgeving krijg je ook over het algemeen het beste beeld van hoe het echt is. Ja. Ja. Dus dat is sowieso een advies. Je kunt eigenlijk bijna niet. Er is wel een groep die dat kan, maar er is ook een hele grote groep die dat niet kan. Ja. Nee. En als het gaat om het invullen van formulieren, de administratieve kant, zou ik maar zeggen. Ja, nee, dat is echt een groot probleem. Dus een grote groep die maakt de post niet open. Dat heeft te maken met voorspelbaarheid, want je weet niet wat erin zit. En al die formulieren invullen, het worden vaak grote bergen. En hoe groter de berg wordt, hoe moeilijker het wordt om daarmee te beginnen. Dus, ja, maar dat kan mensen ook tegenhouden, omdat ze dat uit het verleden kennen. Al die formulieren en iedere keer hetzelfde. Ja. En zelfs bij een psychiater moet er worden geformuleerd wat de hulpvraag is. Ja. Dat is gewoon een drempel. Dat moet je. Dat is precies waarom wij zeggen, laten we nou niet die formulieren doen, maar laten we dat gesprek voeren. Ja. En neem de omgeving mee. Ja. En als het niet snel kan, dan moet het maar langzaam. Ja. Ja. Maar hoe doen jullie dat dan? Want stel, jullie willen op bezoek komen bij iemand, krijgt hij daar een bericht over of bel je hem op? Of... We vertellen sowieso dat we. Dat we aan de telefoon, als we met iemand gesproken hebben, we sturen een brief. Maar als je al weet dat het misschien iemand is die die post niet openmaakt, omdat daar het probleem ligt. Maar stel dat je het niet weet. En op een of andere manier is iemand in beeld gekomen. Ja, er komt een vraag. Dus... Ik lees nu even een reactie voor van Sheila. Mijn volwassen zoon weigerde het gesprek, die had dus een uitnodiging gehad. Jammer dat mij als ouders niets bekend was. Nou, dat wilde ik dus net zeggen. Wij willen, als we dat dus weten, dan zullen we het ook aan die ouders laten weten dat gesprek er is. Okay. Dus, maar op het moment dat iemand om wie het gaat, die volwassen zoon, het gesprek weigert, dan gaan we niet met de politiemacht naar binnen. Hij mag dat weigeren in een vrij land. Ja, nee, maar... Dan hebben we dus een andere verleidingstactiek nodig om in gesprek te komen. Maar dan heb je het al eigenlijk over hele ervaren zorgverleners eigenlijk. Ja. Terwijl daar zit natuurlijk wel een punt. Hè. Daar kan je niet zomaar iemand op afsturen. Die daarom voor zijn, de eerste wij, keer ook, met daarom zijn wij ook bezig met het project levensloopbegeleiding. Om ervoor te zorgen dat al een vertrouwd iemand dat stukje kan overnemen. Of dat iemand er alleen maar hoeft te piepen. En omdat hij al in beeld is, kan hij via de levensloopbegeleider. Kan er gekeken worden naar nu. Hè. Live events hebben vaak mensen die verder heel goed functioneren met ASS. Toch even weer een probleem met het openmaken van die post. En dat kan ook iets leuks zijn. Hè. Er komt een baby bij. Ja. Dat er dan gewoon direct ook hulp beschikbaar is. Dat wij dat al weten, dat ze dan niet dat hele traject door hoeven. Nee.
En Mieke schrijft ook, laten we ervoor zorgen dat er voldoende medewerkers in sociale teams zitten die verstand van hebben van autisme. Ja. Want dat is natuurlijk dan wel essentieel. Dat is essentieel. Kijk, wij hebben het hier nu geprobeerd zo goed mogelijk al in huis te halen. En hoe hebben jullie informatie daarover gekregen of vergaard? Over? Autisme. Nou ja, we zijn er al even mee bezig. Okay. Wij hebben het Leo Kammerhuis binnen onze gemeentegrenzen. Wij hebben al 3 jaar geleden samen met het Leo Kammerhuis bijvoorbeeld een app ontwikkeld om mensen, jongeren, kinderen die eigenlijk in het leerlingenvervoer zaten, te leren zelfstandig met de bus te reizen. Dus wij zijn er al langer mee bezig. Ik stel voor dat we even gaan kijken naar een... We hadden een vrouw gevraagd met autisme om een videodagboek bij te houden. Heeft inmiddels een keukentafelgesprek achter de rug. En die heeft haar bevindingen nu ingesproken op camera. En daar gaan we nu even naar kijken. Ik ben gevraagd door Autisme TV om een korte visuele dagboek bij te houden over mijn situatie in verband met het keukentafelgesprekken en alles wat binnenkomt qua papieren en wat het bij mij doet. En ik vond het belangrijk om te doen omdat vaak zien mensen maar één kant van mij en dat is Monique Bos, de spreker, of Monique die onafhankelijk is of Monique die haar eigen dingen doet in het leven en waar het goed gaat. Maar meestal zien mensen het niet andere kant. En dat is een persoon die toch... Ja, ik heb een rugaandoening, ik heb chronisch pijn. En daar moet ik gewoon mee leven. En ook het stukje autisme. Ik heb 2 autismecoaches en ik denk die kennen mij echt gewoon door en door. En die weten hoeveel invloed al de veranderingen op mij nu hebben. En ook al ben ik onafhankelijk en heb ik een eigen baan en werk ik voor eigenlijk de overheid. Nog steeds heb ik alle angsten, denk ik, dat alle andere mensen hebben. Dit, wat jij nu ziet, dat is allemaal binnengekomen in een half jaar tijd. Ik moest opschrijven waar het allemaal vandaan komt, omdat anders hou ik het niet bij. De gemeente in verband met de WMO, omdat ik heb een schoonmaakster in huis door mijn rugaandoening. De UVV, ook al ben ik uit de uitkering, maar nog krijg ik informatie over de participatiewet en dat ik word herbeoordeeld. Niet echt logisch voor mij. Boekjes over de participatiewet. De CAK krijg ik heel veel spullen van nu. De sociale verzekeringsbank, waar ik nogmaals herhaaldelijk dingen moet gaan opsturen omdat het bij hun gewoon echt fout gaat. Van een particulier zorgbedrijf die de schoonmaakster regelt. Ja, dat ik hoor ineens in nu de verandering. Ja, de eerste week krijg je gewoon geen vervanging voor je zorg. Als ze op vakantie zijn. Dat ineens een eigen risico erbij gekomen is van €125. Van de zorgkantoor ook heel veel dingen. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde wat je kan voorstellen als een blauwe belastingdienst envelop binnenkomt. Dat elke keer als één van die enveloppen binnenkomen, dan denk ik meteen van, wat nu? En ik ben angstig dat ik verlies mijn PGB. Als ik mijn eigen keuze zou hebben, zou ik zelf een autismecoach willen inhuren, zodat ik totaal onafhankelijk ben. En dat is ook het doel waar ik naartoe werk. Maar ik weet dat op dit moment is dat gewoon nog niet haalbaar. En voor heel veel mensen is dat niet haalbaar. En dus angst en onzekerheid. Wie ga ik verliezen van mijn hulpverleners die mij gewoon hebben geholpen en ondersteund om zo ver te komen zoals ik nu ben. En ik denk niet dat dat angst weggaat. En ik vrees dat het alleen maar erger wordt. En ik weet niet wat ik moet doen. En dat is een eerlijk antwoord. Dus dit is wat al die papieren veroorzaken. Angst. Ja, angst en heel veel administratie. Ja. Dat herken jij? Nou, wat ik het meest herken is dat heel veel dingen niet meer voorspelbaar zijn. Dus zij heeft geen enkel houvast. En ja, dat maakt haar gewoon heel angstig. En dat is momenteel wel een groot probleem. Want er zijn veel... de PGB's veranderen. UWV staat heel erg onder druk. De zorg moet naar de gemeente toe. Dus op veel gebieden waar mensen een bepaald houvast hadden... Daar gaan grote veranderingen plaatsvinden. Alles staat op losse schroeven. Ja, en dat maakt de wereld eigenlijk... of de toekomst onvoorspelbaar. En
Daar kunnen de meeste mensen met autisme heel slecht tegen. Mm. Ja. Niet alleen de mensen met autisme. Ik denk de berg paperassen en de onduidelijkheden die over mensen is heen gestort in de afgelopen maanden. Dat gewoon onbegrijpelijk is. En als je dan al een communicatieprobleem hebt. Ja, ik begrijp het helemaal wat zij zegt. En ik begrijp ook haar behoefte aan die autismecoach. Dat is precies wat wij ook met die levensloopbegeleiding proberen te creëren. Dat project draaien wij nu juist om autismevriendelijk te worden. Dat als er dan zoiets gebeurt, als er opeens een verandering in de samenleving is en die berg papier komt, dat ze dan niet eerst nog met ons in gesprek moet om die indicatie te krijgen, maar dat we dat al weten en dat dan die coach er gewoon is. Ja. En als het dan weer goed gaat, dan is het ook niet meer nodig. Hm. Dus dat je ook op dat soort momenten heel makkelijk en heel snel de juiste hulp hebt om te voorkomen dat ze uitvalt van het werk of dat er vervuiling optreedt of dat iemand zo bang wordt dat hij alleen nog maar met zijn hoofd onder de dekens wil blijven liggen. Dus maar dat is, ja, dat is waar wij aan, in ieder geval op dit moment aan werken. Okay. Om dat gewoon binnen onze gemeente te georganiseerd te krijgen. En ook met de doelstelling, om dat in ieder geval de provincie Gelderland ook uit te dragen. Hoe dat dan zou kunnen werken. Ja, nou ja, misschien is het wel een heel mooi voorbeeldproject voor andere gemeenten. Misschien willen heel veel mensen in een renkel gaan wonen. Ja. Dan hebben we weer een huisvestingsprobleem. Dan krijgen wij weer slapeloze nachten. Okay. Ja. Maar ik stel voor dat we overgaan naar de reacties. Want er zijn er weer een hoop binnengekomen. Dus ik wilde ze graag even behandelen. Ja, een reactie van Sjaak. Die zegt... dit is wel leuk. Wij doen altijd een formuliergebedje als er zo'n brief binnenkomt. We hopen dat er niks in staat dat weer stress veroorzaakt. Maar de angst wordt heel erg herkend, schrijft hij. Nou, daar hebben we het ook net over gehad. Vraag aan de wethouder. Levensloopbegeleiding in de wijk. Teams, hoort dat nou in de basiszorg aanbod of is dat specialistische zorg? Nou, wat wij dus nu aan het doen zijn, is dat project levensloopbegeleiding, om te kijken, het begrip levensloopbegeleider is een begrip dat al bekend is vanuit de autismewereld. Ja. Doen jullie ook wij nu proberen is, hoe kun je zoiets borgen binnen je gemeentelijke financiering? Mm. Om het ook gewoon te laten bestaan. Je wil niet iemand te veel hulp en zorg geven. Nee. Als het niet nodig is, hoef je echt niet iedere week iemand op de stoep te hebben. Maar soms heb je wel 3 keer in de week iemand nodig. Ja. En heb je dat allemaal geregeld in Renkum? En dan vraagt Marion, wat gebeurt er als je nu verhuist naar een andere gemeente? Wij hopen dus dat we dat als een soort olievlek over Nederland kunnen... Maar in feite regelt iedere gemeente het op zijn eigen manier. Iedere gemeente regelt het zelf. Dus je begint weer opnieuw, hè? Ja, ja. Dus als je hier begeleid wordt door een autismecoach, dan moet je wel even 2 keer daar nadenken of je wel... Maar wij hopen dus door het goede voorbeeld te geven en het ook uit te leggen en uit te dragen, dat het dan uiteindelijk in heel Nederland wordt gezien als een oplossing. Want hoe zit het eigenlijk met de informatie die zeg maar de gemeente verzamelt van iedereen, hè? Als ik nu verhuis, gaat mijn dossier door naar een andere gemeente? Of hoe is die privacy gewaarborgd eigenlijk? Nou, dat is niet de bedoeling. Dat wij zomaar iemands privégegevens overdragen. Mm-hmm. Wat wel kan, is dat iemand zegt... Goh, wat jullie over mij hebben... is misschien wel handig dat het naar een andere gemeente gaat. Of kan ik er een uitdraai van krijgen en meenemen... alvast, want ik ga nu ergens anders wonen. Of zouden jullie voor ons contact op willen nemen met die gemeente waar ik kom wonen? Of met het wijkteam waar ik dan onder val? Ja, je moet gewoon toestemming geven. Dat is eigenlijk... Tuurlijk, je kan niet zomaar... De regie ligt dan bij de... Ja. Met de cliënt. De cliënt, hè? En hoe het dan in die andere gemeente geregeld is, dat weet ik niet. Nee, dat weten wij ook dat niet. Dat is de essentie van... Die decentralisaties in iedere gemeente regelt. Nee, want dat zelf is natuurlijk wel aan de hand. Wij verhoren het verhaal van de gemeente Renkum. Maar dat betekent niet dat dit verhaal identiek geldt voor andere gemeenten. Nee. En dat is het lastige van deze fase waarin we zitten. Hè? Waarin iedereen dat aan het vormgeven is.
Ik heb nog een reactie van Renate. Lezen de mensen die het gesprek voeren ook onze medische informatie vooraf? Dus worden jullie geïnformeerd door bijvoorbeeld een huisarts? Of krijgen jullie die informatie? Medische informatie is altijd een beetje lastig. Daar moeten sowieso degene over wie het gaat een actieve toestemming voor geven. En anders krijgen wij geen medische informatie. Ja, dus en ook daar ligt de regie bij de cliënt. En ik hou dat ook graag zo. Ja. Ik wil niet dat leken een interpretatie maken van iets dat van een arts is, bijvoorbeeld. Nee. Oké, dan stel ik voor dat we ons tweede blok afsluiten en dat we doorgaan naar deel 3. Ja, deel 3 van dit programma is volledig bestemd voor... Nou ja, ik zal maar tips en adviezen, dat klinkt altijd een beetje plat. Maar we proberen natuurlijk wel op een goede manier af te sluiten. En op een manier waar mensen ook wat aan hebben. En dat geldt niet alleen voor de cliënten, zou ik maar zeggen. Maar ook voor de zorgprofessionals die het gesprek moeten voeren. Want die staan ook best voor een lastige uitdaging. En zeker als het gaat om mensen met autisme. Jos, mag ik met jou beginnen? Wat voor adviezen heb jij voor allereerst de zorgprofessionals die de gesprekken moeten voeren? Ja, kijk, één ding vind ik wel heel erg belangrijk. Dat mensen toch zoveel mogelijk van tevoren weten waar een gesprek over gaat. He, dat de vragen die daarin zitten, dat zoveel mogelijk beschikbaar is. Of dat ze daar gebruik van kunnen maken. Dat kan, hebben we gehoord. De tweede is dan toch wel, als je aan iemand vraagt of hij vrienden heeft. Een vriend kan ook zijn iemand waarmee je in de school fiets bijvoorbeeld. Maar dat heeft natuurlijk qua echt vriend zijn, heeft dat natuurlijk niet zoveel waarde. Dus maar je moet doorvragen. Ja. Precies, ja. Dat is wel dat is wel... Ik ben een afgesproken werk. Ja, maar dat is wel waar wij ons heel erg van bewust zijn. Waarom we ook dat aanbieden. Waarom we ook zeggen, als wij denken, we krijgen zo niet het hele verhaal naar boven. Wil je eerst nog een paar keer gesprek hebben met iemand van mee die jou daarin kan ondersteunen. Om het hele plaatje compleet te krijgen. Want... als je, je merkt gewoon dat mensen met autisme vaak zeggen van, nee, ik heb hier geen probleem mee. Nee, het gaat eigenlijk wel goed. En waarom gaat het goed? Omdat de omgeving het voor iemand oplost. Of omdat iemand er gewoon nog nooit mee te maken heeft gehad. Omdat hij daar in die levensfase nog niet is. Mag ik nog even naar de tips en adviezen voor de zorg? Doorvragen, zei je net, hè? Ja, doorvragen is toch wel heel erg belangrijk om duidelijk te krijgen of iets nou klopt of niet, eigenlijk. Dat is heel belangrijk. En nou goed, de tijd nemen, hè? Dat je toch gewoon de tijd neemt, dat is heel... Ja. Wacht 5 seconden na een vraag om een ander de gelegenheid te geven daarover na te denken. Ja, gaat niet mensen invullen. Kunnen vrij makkelijk overprikkeld raken, dus vaak is een half uur eigenlijk al lang genoeg. Dus je kunt ook de gesprekken wat meer uitsmeren over de tijd. Dus ik denk dat ook heel belangrijk is. En toch wel de omgeving erbij betrekken. En iemand die zijn dag- en nachtritme heeft omgedraaid? 'S avonds bezoeken dan? Ja, of 's morgens vroeg. Want dan is hij nog niet in bed. Zo doe ik het ook wel eens. Ja. Oké. Ja. Nee, maar goed, er is een groep die moeilijk bereikbaar is. Hè, die eigenlijk ook geen hulp wil. En daar maak ik me eigenlijk ook het meeste zorgen over. En er is natuurlijk een grote groep die wel een redelijk systeem om zich heen heeft. En de kunst, wat mij betreft, is toch wel dat je dat systeem inschakelt of betrekt bij... het formuleren van hulpvraag. Ja. Ik heb nog een aantal vragen die binnengekomen zijn. Hier staat, maar dat hebben we eigenlijk al besproken. Hebben jullie duidelijke voorbeelden van de vragen die gesteld gaan worden? Staat er ergens een lijstje op het internet, niet alleen over de levensgebieden die uitgevraagd worden, maar ook gewoon, staan daar ook specifiek vragen, zodat mensen zich daarop kunnen voorbereiden? Want dat is misschien, sluit al aan bij die helderheid. Dat heeft twee kanten, hè? Als je een vragenlijstje hebt en je gaat dat vragenlijstje niet afwerken, dan kunnen mensen daar ook weer van in paniek raken. Dus dat wil je ook niet. Als er geen duidelijkheid is, dan gaat iemand het in zijn hoofd voorbereiden. Hè? Die gaat denken, bijvoorbeeld, jij komt langs, je gaat die vraag stellen, ga ik dat antwoord geven? Dan komt waarschijnlijk die vraag, dan kan ik dat antwoord geven. Maar als het bij de tweede vraag al verkeerd gaat, dan is voor zo'n iemand het hele gesprek op dat moment niet mogelijk. Dus dat slaat toe. Ja. Ja, dus ik ben wel heel erg voor toch dat je een vaste manier van vragen hebt. Misschien laat de praktijk dat straks ook wel zien, dat meer dat oplevert. Dat meer oplevert, ja. Ja.
En tenslotte wordt nog weer een opmerking over die privacy gemaakt. Er zijn er ook al een aantal van voorbij gekomen. En met dus, je spreekt een beetje wantrouwen. Ga niet iedereen alles vertellen. Dus dat maar dat, die is relatie, nou, dus, dat is nou precies wat wij wel graag willen. Ja, dat snap ik. Daar zit wel een beetje een vertrouwens... Vertel wel alles, want dan kun je ook op de juiste manier hulp krijgen. Ja. En als je geen eerlijk verhaal vertelt, dan kun je ook niet de juiste, bij de juiste hulp ik snap komen. Ik snap het dilemma. Maar wat wij wel doen, is die... Het is, ik zeg maar, heel beperkt mensen die bij die gegevens kunnen. En we slaan ook niks op wat we niet op hoeven slaan. Nee. We hebben daar wel hele strakke afspraken over gemaakt. Overigens in deze hele regio. Oké. Ik stel voor, want we zijn inmiddels al 47 minuten onderweg. Dus het programma wordt aardig op lengte. Dat we gaan afsluiten. Wil jij nog iets tot slot opmerkingen over deze... Over dit thema? Over nee, het klinkt redelijk goed hier, laat ik het zo zeggen. En redelijk goed voorbereid, want ik merk in Amsterdam dat het sowieso al anders loopt. En minder soepel en makkelijk. En tegelijkertijd ben ik wel heel nieuwsgierig hoe het zich echt gaat ontwikkelen. Ja. Qua kennis en de zorg. Of mensen toch gewoon de goede zorg krijgen. Ja, het heeft nog iets meer tijd nodig om een echt oordeel te geven. Maar het is wel van belang dat we, denk ik, nu al onderkennen dat wanneer je met mensen met autisme werkt, stuur dan niet de eerste de beste naartoe die gewend is. Nee, maak het zo voorspelbaar mogelijk. Dan is iemand ook het meest op zijn gemak als je komt. Ja. Want anders is iemand zo zenuwachtig. Voorspelbaarheid. Ja. Ja. Kan niet vaak genoeg gezegd worden. Hè? Nou ja, zo goed als je het kan regelen, probeer het zo te regelen. Ja. Ja. Nog een slotopmerking? Nou ja, ik hoop dat ik hier over een jaar nog een keer kan zitten. En dat ik dan hoor dat of kan uitleggen wat we ervan geleerd hebben of hoe ver we al zijn. En ook, ik hoop dat mensen ons wel weten te vinden met vragen. Ja, want hoe makkelijk kunnen ze jullie vinden? Makkelijk. Ja. Dat geldt voor de meeste gemeenten waarschijnlijk, want ze hebben... denk ik allemaal wel een website ingericht en een telefoonnummer ingesteld en manieren gevonden om de gemeente te benaderen hierover. Ja. Ik stel voor dat we gaan afronden. Ik wil mijn gasten sowieso bedanken voor de aanwezigheid en de uitleg en de toelichting. En natuurlijk ook alle kijkers bedankt voor hun bijdrage via de chat. Er is aardig wat geschreven en gechat. En we blijven dit onderwerp volgen bij Autisme TV. Dus we komen met follow-ups, ook omdat het van belang is en misschien... dat we over een jaar wel zover zijn dat we dat gaan herhalen. We zien u in ieder geval graag terug bij een volgende uitzending van Autisme TV. Tot de volgende keer.